Ik stel voor dat we kijken naar het spectaculair antwoord. Hallo allemaal, welkom bij een nieuwe video. Mijn naam is Julie en in deze video stel ik jullie 10 vragen over het 28e seizoen van Familie. Amélie werd tijdens de vorige seizoensfinale neergestoken. Maandenlang was Veronique de enige hoofdverdachte. Tijdens haar proces in het 28e seizoen komt de waarheid aan het licht. Wie is de dader? A. Brigitte, B. Marie-Roos of C. Rita? Het juiste antwoord is B. Het is niemand minder dan Marie-Roos die Amélie neerstak. Toen ze hoorde dat haar ex-man Guido van den Bossen haar destijds bedrogen had met de buurvrouw Brigitte en dan ook nog eens dochter Amélie bij haar had verwekt, sloeg haar stoppen door. Marie-Roos is dus het enige juiste antwoord. Een hemel voor ons twee. Jonas, de zoon van Jenny, duikt op. Hij komt net terug uit de gevangenis en gaat bij zijn moeder logeren. Met zijn zus Robin wil hij echter niets meer te maken hebben. Waarom? A. Ze is hem gaan verklikken bij de flikken. B. Ze is boos op hem omdat hij in de gevangenis zat. Of C. Hij verwijt haar dat zij ondertussen een relatie heeft met Benny. Het juiste antwoord is A. Robin is zijn broer Jonas gaan verklikken bij de flikken. Een hemel voor ons twee. Tijdens het 28e seizoen keert Marie zich tegen Lars. Dit doet ze beter niet, want hij is de enige die haar groot geheim kent. Welk geheim? A. Ze heeft haar kindje afgestaan bij de geboorte. B. Ze heeft haar moeder vermoord. Of C. Ze heeft op haar 18e een huis in brand gestoken. Het juiste antwoord is B. Marie heeft haar moeder vermoord. Een hemel voor ons twee. Na de breuk met Lars valt Marie in de armen van een andere man waarvan ze later zwanger zal raken. Wie is de vader van haar toekomstig kind? A. Matthias, B. Cedric of C. Rudy? De papa van Marie, haar toekomstig kindje, is Cedric. Antwoord B is dus correct. Een hemel voor ons twee. Marie blijkt dus zwanger te zijn van Cedric en ze krijgt het nieuws dat er niet één, maar twee baby's op komst zijn. Een tweeling. Hoe gaan deze kindjes heten? A. Casper en Koen, B. Casper en Camille of C. Casper en Kobe? Het juiste antwoord is B. De tweeling zullen Casper en Camille heten. Helaas zal Camille het einde van de zwangerschap niet halen en ook Casper sterft. Enkele maanden na zijn geboorte komt hij om het leven tijdens een auto-ongeval. Een hemel voor ons twee. De foodbar brandt af. Hoe komt dat? A. Door een defecte koelkast. B. Een pyromaan stak de boel in brand. Of C. Jeff had een romantische avond met Rudy, iets te veel kaarsjes en vroom, weg foodbar. Het juiste antwoord is A. De foodbar vloog in brand door een defecte koelkast. Al had de theorie over Jeff, Rudy, een romantische avond, kaars en voem ook wel fijn geweest. Een hemel voor ons twee. Tijdens het 28e seizoen nemen we afscheid van Evi. Ze wordt vermoord. Maar door wie? A. Marie, B. Matthias of C. Cedric?
Het juiste antwoord is A. Evi wordt vermoord door Marie. Evi kwam allerlei zaken te weten uit het verleden van Marie en haar mond moest dus gesnoerd worden. Marie verstikt Evi met een kussen. Een hemel voor ons twee. Na de dood van Evi duikt de verloren tweelingzus van Evi op. Hoe heet ze? A. Eva, B. Eefje of C. Iris? De kerstverse tweelingzus van Evi heet Iris. Antwoord C is dus correct. Een hemel voor ons twee. Er duikt een nieuwe huurder op bij de Friends. Elias neemt er zijn intrek. Alleen blijkt hij niet zuiver op de graad te zijn. Wat is er aan de hand? A. Hij is een verkrachter. B. Hij is een pyromaan. Of C. Hij heeft iemand vermoord. Het juiste antwoord is B. Elias blijkt een pyromaan te zijn. Tijdens de seizoensfinale wordt hij betrapt door Stefanie en dreigt hij haar in brand te steken. Een hemel voor ons twee. Marie ontvoert haar zoontje Casper. Samen met Matthias duikt ze onder. Iris is hen op het spoor en uiteindelijk komt het tot een confrontatie met Lars en Veronique. Marie houdt Lars en Veronique onder schot. Matthias neemt het over en zegt dat hij de klus wel zal afmaken. Hoe loopt dit af? A. Matthias schiet op Lars en laat Veronique gaan. B. Matthias schiet niet en hij loopt weg met Casper. Of C. Matthias duwt Marie van een klif. Ik stel voor dat we kijken naar het spectaculair antwoord. Het juiste antwoord is dus C. Matthias duwt Marie van een klif. En met deze spectaculaire gebeurtenis sluiten we de quiz over het 28e seizoen van Familie af. Zo, alle vragen zijn gesteld, alle antwoorden werden gegeven. Laat jullie scores achter in de comments, ik ben benieuwd. Dit was de video van vandaag, hopelijk vonden jullie hem leuk. Vergeet vooral niet om een blauw duimpje omhoog te doen. Abonneer voor meer en tot de volgende keer. Bye bye.